In een bestelbusje in Krabbenhof is woensdagavond brand uitgebroken. Het voertuig stond geparkeerd aan het Wiardi Beckmanplantsoen. Passanten zagen rond 9 uur rook uit het voertuig komen en alarmeerden de brandweer. Die had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ooggetuigen vermoeden dat er sprake is van kortsluiting, omdat de deuren op slot waren en de brand volgens hen alleen woedde in het dashboard van de wagen.